Afgelopen week werd, gek genoeg, Gwen van Poorten door FHM uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland. Voor het evenement werden een hoop BN'ers opgetrommeld en ook Sylvie Meis en Dave Roelvink waren van de partij. Sylvie is natuurlijk Sylvie, dus zij was er absoluut niet om de winst van Gwen te vieren, maar om haar eigen prijs in handen te nemen. Zij kreeg namelijk de Prijs, de Queen of the Century Award. Heb je er een beetje zin in vanavond? vraagt Jeroen Holtrop, verslaggever van de Telegraaf. Ja, tuurlijk, heel leuk, antwoordt Sylvie. Jeroen kreeg al het gevoel dat Sylvie al donders goed wist dat zij een prijs zou gaan winnen. Je doet niet heel veel evenementen in Nederland, waarom deze dan wel? vraagt hij. Ik had er heel veel zin in, om vanavond hier te zijn, zegt Sylvie. Of ga je wat winnen zometeen? vraagt Jeroen. Laat je verrassen, sluit Sylvie af. Vervolgens werd Dave Roelvink ingelicht dat er een vrijgezelle Sylvie aanwezig was en dat hij best een poging zou kunnen wagen, maar daar begon hij niet aan. Daar had hij naar eigen zeggen namelijk iets te weinig geld voor. Ook lijkt het ons niet dat Sylvie zit te wachten op een of andere verslaafde DJ, dat valt natuurlijk niet helemaal in het straatje van die Griet. Als ik Dave Roelvink zou zijn, dan zou ik denken: Alle pijlen op Sylvie, begint Jeroen. Alle pijlen op Sylvie. 'Ik denk dat ik net anderhalf miljard tekort kom', reageert Dave lachend. Vervolgens vraagt Dave aan Jeroen of hij een goed woordje voor hem kan doen.